Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga jullie laten zien hoe ik mijn rewons in bed leg. Dit zal niet extreem mega lange video worden, maar ik ga dus per reborn jullie laten zien hoe ik mijn reborn in de wieg leg. Ik heb mijn statief heel hoog gezet, dus ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Nou, als ik dus mijn newborns uit het bed haal, doe ik de dekens eraf. En nou, zoals jullie zien, Eefje ligt dus zo, mooi in het midden, op een doek. Dat vind ik mooi. En ik zal haar er even uithalen. Ik hoor een beetje een echo, maar dat maakt niet uit. Je ziet een kuil waar zij dus gelegen heeft. Van de katten, stoffig. Ik heb haar dus nu vast. Zo. En dan leg ik haar zo. Ik heb haar dus zo vast, onder de billen en hoofd. Leg ik haar zo neer. Meestal doe ik haar hoofdje. Die draai ik zo. En dan ligt ze zo. Handjes doe ik altijd gewoon naar beneden. Zij heeft eigenlijk bijna nooit een slaapzakje of zo aan. Maar ja, en dan doe ik de deken eroverheen. Kijk, als ik dus zie van, oh, er is nog ruimte. Dan doe ik haar dus naar beneden. Dan pak ik haar weer onder de billen. Doe iets naar beneden, zodat het speentje recht zit, voor de lol. Dat het recht zit natuurlijk. En dan doe ik de deken goed. Die doe ik zo en dan een beetje optillen. Zo, dan zit het strak. Dan zie je dat het mooi aansluit hier. Dan is het zoals het niet koud hebben. Dan til ik dit op. Je ziet dat zij wel naar die kant gaat, maar ze rolt niet weg, want dat kan natuurlijk niet. Want mensen die denken nog steeds dat dit echte baby's zijn en dan gaan ze naar reacties schrijven bijvoorbeeld. Of doen ze een duimpje omlaag, maar dat hoeft niet mensen. Hoeft echt niet. Ik wil er normaal gesproken niet op reageren, maar even voor de duidelijkheid, dit zijn geen echte baby's. Dit zijn reborn baby's, poppen, om het even zo te zeggen. Om even weer verder te gaan. Dus ze ligt nu dus zo in haar bed. En dan ga ik dus... Nou, de volgende gaan we gewoon aan de overkant. Ik draai jullie gewoon mee, want dan hoef ik hem niet uit te zetten. Bo. Kun je het goed zien? Ja, kijk. Bo heeft dus dit. En ik zal voor jullie even deze. Even kijken. Even eraf halen. Als dat lukt. Nou, dat gaat dus niet. Deze. Ja, kijk. Dan kunnen jullie het beter zien. Nou, Bo, die is natuurlijk de kit van Levi. Ik zal even zo neerzetten. En die heeft hele kromme beentjes. Kijk. Zijn dekbed zit aan deze kant al ingestopt. Zijn beentje zit heel krom. Kijk, hij is heel klein. Hij ligt dus zo. En ook bij hem til je zo de baby op. Tenminste, dat doe ik. Zo. En dan ligt hij dus zo in zijn bed. En dan leg ik hem er zo weer in.
goed dat hij er zo ligt. Dekentjes. Armpjes. Onderdekens. Aan deze kant zit dus al ingestopt. Zijn handje. Niet dat hij te veel naar boven onder de deken zit. Dan schuif ik hem nog een beetje om. Meestal doe ik dat gewoon zo. Dat kan wel bij hem. Hij is niet zo heel zwaar. Dus kijk, dan zit hij goed. Hij ligt goed nu. Zijn deken zit al ingestopt. Dit is gewoon een speen voor de sier. Soms doe ik ook wel eens over boven zo'n hoofdje naar de zijkant. Kijk, hier is nog heel veel ruimte. Dus dan is het te koud. Dus dan pak ik hem zo. En dan doe ik hem iets lager. Zo. Armpje. Armpje doe ik altijd zo, zodat het... Dat is de buurhond. Zo, zodat het dan beter zit. Dan blijft de deken ook goed zitten. En het waait heel hard nu. En er was net een hagelbui. Ja joh, dat is heel bizar weer hoor. Is er op dit moment. Zo, nou dan ligt hij dus zo in zijn bed. Soms heeft hij een speen en soms niet. En dan deze even aan de kant zetten. En dan zo. Zo, nou, dan kan ik dus nu naar de volgende. Naar Bram. Nou, Bram is denk ik wel een van de grootste. En een van de grootste denk ik. En het lastigste om in bed te doen. Kijk, je ziet. Hij ligt dus zo. En een knuffeltje erbij. Hij heeft dit pakje aan. Maar hij heeft geen kuil. Veel minder. Wel een kuil, maar ja, dat zit dus in een matrasje, dus dat kan ik dus niet aan doen. Maar dus dan heb ik hier dus een grote jongen. En dan leg ik hem zo erin. Ik heb hem dus nu een stuk lichter gemaakt, want hij is echt veel soepeler. Dat zie je ook wel. En dan, zijn hand wilt altijd zo, maar dat mag van mij niet. Dat is gevaarlijk, zeg ik altijd tegen hem. Hoofdje naar de zijkant, dat ziet er mooi uit, vind ik. Dat ligt heel fijner, van mijn idee. En dan, deken. Zo. Nou, dat is dus exact hetzelfde bij alle andere. Maar omdat deze video anders te kort duurt, doe ik dit gewoon even zo aan één stuk. Ik knip er eigenlijk niks uit nu dan. Normaal zou je dan zeggen, knip ze eruit en... Maar dat doe ik niet. Ik moet even iets opschuiven. Zodat ik hierbij kan. Kijk, zijn hand. Die zit zo. Doe je aan de zijkant van zijn lichaam. En dan zo. Maar dit is een lastige, een moeilijkere deken om in te stoppen. Bij Bram. Kijk, nu ligt hij dus zo, maar het deken kan een beetje zo. En dan zit hij goed. Zo, nou, Bram
Bram zit dus zo. En dan gaan we naar de laatste. Maar dan stop ik wel even de video en dan kom ik zo weer terug. Zo, daar ben ik weer. Nou, Vientje ligt er ook lekker bij. Die heeft geen muts op, maar die ligt dus nog alleen in de romper. Maar goed, maakt niet uit. Ik zal haar even... Nou, dit wordt dus een iets langere video. Want ik zal haar wel eventjes omkleden. Maar Vientje ligt dus zo en... ja, net zoals andere. Ik zal haar even een broekje aantrekken. Nu gewoon in bed. Gewoon dus door. Dit is het echte leven, hè mensen. Maar in ieder geval, ik ga dus, ben dus nog steeds bezig met een weekvlog. En of mensen, ja nu. Als jullie dit zien, dan is het al online. Maar goed... ik maak dus nu gewoon even flink wat video's achter elkaar. Ik probeer er 4 achter elkaar te doen. Maar ja, nu stop ik denk ik wel naar deze. Dan ga ik ze editen. Plannen. Het eerste deel van de weekvlog ga ik ook alvast even editen. Zodat dat alvast een intro heeft. En dan kan ik gewoon daarna verder. En... ja, nou, Vientje heeft er niet zoveel zin in. Ik zal het wel niet op de goede manier doen, maar dat maakt me helemaal niks uit, want het zijn geen echte kindermensen. Ja, ik blijf het zeggen, want ik vind het soms zo irritant dat mensen zich bemoeien met mijn leven. Mijn moeder mag alleen maar met mijn leven bemoeien, de rest niet. Vientje slaapt en ja. Nou, Vientje ligt dus zo. Zet er nu even een broekje aan en een rompertje alleen. Maar dat is niet erg, want het is heel warm en het is hier absoluut niet koud. Normaal heeft ze wel gewoon haar pyjama aan, maar nu wilde ze het niet. Ze ging alleen maar sportelen en janken en schreeuwen, dus ja. Ik heb haar gewoon zo in bed gelegd. Ik denk, ga slapen meid. En we zien wel weer verder. Maar ze is schoon. Dus schone billen heeft ze. Nou, ik doe dus haar deken. Dus haar armen. Nou, deze arm mag wel gewoon zo. Dus de armpjes naar de zijkant. Kijk, het ligt te hoog. Of te laag. Dus dan moeten we haar even iets optillen. En dan doen we zo. 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 Ik moet niet zo. Sorry. Stoffig. Zo. Dan til je dus het matras op. Wat je normaal natuurlijk niet doet bij een echte baby. Maar ja, dit zijn reborns. Dus, maar dat maakt niet uit. Nou, dan leg ik haar dus zo neer. En dan doe je dus ook hier. Hier zit dus meer. En daar zit minder. Dus dit kan je zo omslaan. En zo doen. Zo. Nou, nu ligt ze er ook lekker bij. En ik heb deze dus even weggehaald voor jullie. Nog een knuffeltje. Die ze nog gekregen had. En ja, dus zo ligt Vientje dus in haar bed. En Bram en Bo en Eefje. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg, tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet te abonneren. En op het belletje te klikken en mijn video's te delen. Doeg, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.